En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe dinsdagtip op Biotown. Wij zijn jullie gastheren Bardo en Jordi. We maken er een gezellig momentje van. Lekker warm hier zo. En dan gaan we zo even kijken naar het item. Want Bardo weet toch helemaal niet wat het item is. De rest van het team wel, wat mooi is. Want we gaan zeker wat beleven nu. In ieder geval, we gaan eerst even naar de intro. Dus ik heb het item, had ik al ontvangen. Dus ik heb het even in de tas gedouwd. Ik heb het zelf ook een beetje uitgetest. Is het je geweten? Dat hij eindelijk zijn geweten. Bardo, ik heb voor jou. Alsjeblieft. Oh, wauw. Hiermee kan je je wekker uitschieten, of niet? Ja. Ja, toch? Dus zo... Ik gok me altijd. Zijn laser. Is het deze geweer als de teder leeg, gelukkig? Oké. Okay. Luister. Je drukt op reset. Ingedrukt houden. Je moet jou ook ingedrukt houden, reset. Oh, reset ingedrukt houden. Ja. En dan moet je vinger moet je hierop houden, op de trigger. Ja. Ja, haal hem erop. En... Oh! Hier! Oh! Ik dacht al, wat gebeurt er? Damn it! Is dat dit zijn schokgeweren. Echt waar. Als jij op die schiet en jouw deze, dan gaat deze af. Echt waar? Ja, dit zijn schokgeweren. Dit is lasertag met schok. Zoals je kan zien, Bardo is juist geraakt. Dus hij is een van zijn hitpoints kwijtgeraakt. Je bent hier je hitpoint kwijtgeraakt. Je mag 6 keer geraakt worden. En dan ja, denk ik niet. Bardo. Dood! Godverdomme! Maar je kent nog wel natuurlijk in die oude westernfilms hoe ze dat deden. Ja. Zullen we dat doen? Ja, is cool. Godverdomme. Gaan we daar nu naartoe? Let's go! Ja? Drie. Ja. Nee, niks, ik had het toch niet vast! Ik zat het met de toezak. Pak in! Hij heeft helemaal drie hoog. Ik heb jou gebruikt. Heb ik deze? Oh, ik heb alle drie mijn levens nog. Ah, oh, nee, nu niet. Nee. Oh! Sorry! Oh, die was vol! Oh, dat is niks! Wat een deur! Sorry voor je geweer. Hij ligt daar in het hoekje. Oh god. Hij doet het nog. Oh, perfect. Ik raak me vol op mijn bakkes. Oh. Eindelijk een dinsdagtip die het wel doet. Man. Oh jee. Even. Nou, het zal wel niks zijn. Ja. Weet je wat het is? Ik denk dat het uiteindelijk niet ligt aan de dinsdagtips, maar aan onszelf. Dat ze altijd kapot gaan. En door wie zou dat dan komen? Er is er niks. Oh, Yuri. Sorry, bro. Dit is Yuri's huis. Moet je eens komen met de camera? Dit is een memorabele dag waarop je altijd Bardo kan herinneren aan het rondje op de muur. Graag gedaan, Yuri. En wat een dinsdagtip. Ja. Ik vind het echt een goede dinsdagtip. Ik ben een beetje bang voor die geweren, weet je dat? Ik ben echt een beetje bang. Ik zei nog zo, doe dat dingetje aan. Dat ding is hier niet voor niks, hè? Jij hebt me nu 2 keer een ding gebracht. De ene keer is het helemaal anders. Deze houden, die is kapot. De ene keer breng je mij een soort shockapparaat en de volgende keer een vibratorring. Dat is maar, het zijn toch van die dingen? Ja. Man, bedankt voor deze dinsdagtip. Alsjeblieft. Dus vond deze leuk dan een groen duimpje. Wil je maar, we zien de volgende keer. Volgende keer zijn we dan weer terug. Een nieuwe video. Doe het niet meer.